Wat te doen met J.P. Coen. Dit was de titel van een opdracht die we afgelopen schooljaar deden tijdens een geschiedenisles met leerlingen uit VWO 5. In de vorm van het debat werden de argumenten voor het handhaven of het juist verwijderen van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn tegenover elkaar gezet. We konden toen niet weten dat dit debat een paar maanden later in Nederland in het echt in alle hevigheid zou losbarsten. De demonstraties bij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn en het bekladden van het standbeeld van de Belgische koning Leopold II met rode verf in Brussel en het weghalen van het beeld, het omverhalen van het beeld van Columbus in de Amerikaanse stad St. Paul laten zien dat geschiedenis nog steeds in beweging is. Nou, om een eigen standpunt te kunnen bepalen in deze discussie is het handig om een aantal feiten over het leven van Jan Pieterszoon Coen op een rijtje te zetten en het leven van Jan Pieterszoon Coen en zijn daden te plaatsen in de tijd en ook na te gaan waarom juist het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in de 19e eeuw werd geplaatst. We beginnen met wat feiten over de hoofdpersoon Jan Pieterszoon Coen. Hij werd geboren op 8 januari 1587 in Hoorn als zoon van een koopman. Hij had geen onbezorgde jeugd, want zijn moeder overleed op jonge leeftijd in het kraambed bij de geboorte van zijn zusje Aafje. Op 13-jarige leeftijd vertrok Jan naar Rome om daar het vak dubbelboekhouden te leren. Iets dat hem van pas zou komen tijdens zijn latere carrière. In 1606 keerde hij terug naar Hoorn en ging hij aan de slag bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC was in 1602 opgericht en hield zich bezig met de specerijenhandel in Zuidoost-Azië. Het doel van de VOC was om als enige de verkoop van deze producten in handen te krijgen en zoveel mogelijk winst te maken. Er waren meer landen die dat wilden. De grote concurrenten hierbij waren Engeland, Spanje en Portugal. En juist met de Spanjaarden hadden de Nederlanders een appeltje te schillen, want sinds 1568 was de opstand tegen de Spaanse koning Filips II uitgebroken. In december 1607 ging Coen voor de eerste keer voor de VOC naar Azië. Het bestuur van de VOC had al snel door dat Coen een bijzonder geschikte man was voor hun bedrijf. Jan Pieterszoon Coen maakte een bliksemcarrière en klom op tot gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal was iemand die de leiding had over de handelsposten van de VOC in Azië. En deze functie zou Coen 2 termijnen uitoefenen, van 1617 tot 1623 en van 1627 tot 1629. Coen nam zijn taak erg serieus. Hij legde de basis voor het handelsimperium van de VOC, bracht de boekhouding op orde en zette de schepen van de VOC in voor de handel tussen de verschillende landen in Azië, wat de compagnie grote winsten opleverde. Verder stichtte hij Batavia, het huidige Jakarta, dat vanaf 1619 als centraal hoofdkwartier dienst ging doen en zorgde ervoor dat Batavia zou uitgroeien tot de grootste militaire, marine en commerciële basis van alle Europese landen in Azië. Coen wist steeds meer macht naar zich toe te trekken en hij mocht handelscontracten afsluiten met andere inlandse vorsten, handelsposten stichten, recht spreken en geweld als middel inzetten om de macht van de VOC te verdedigen, dan wel uit te breiden. Daarbij ging Coen steeds recht op zijn doel af. Hij was van mening dat je elk middel dat daarvoor nodig was, mocht gebruiken. Ook geweld hoorde daar volgens hem bij. En die mening had hij overigens niet alleen. Veel meer mensen binnen de VOC en ook in andere Europese landen vonden dat een normaal middel om de handelsbelangen veilig te stellen. Vanaf de oprichting van de VOC in 1602 probeerden de Nederlanders de bevolking op de eilanden in Zuidoost-Azië te dwingen hun producten, zoals foelie en nootmuskaat, uitsluitend aan de VOC te verkopen. Meestal moest het voor een lagere prijs zijn dan dat andere Europese en inheemse handelaren boden. Als dat werd geweigerd, stuurde de VOC soldaten naar de eilanden toe om de plaatselijke leiders te doden en dorpen plat te branden. Dat gebeurde onder andere op de Banda-eilanden in 1621. Sommige mensen daar weigerden de muskaatnoten te verkopen aan de VOC en Coen gaf daarom opdracht om 800 mannen gevangen te laten nemen en ze als slaven naar Batavia te brengen. Vervolgens werden 44 mensen gedood in opdracht van J.P. Coen. Nicolaas van Waart, een Nederlandse luitenant, was op 16 november 1621 ooggetuige. En hij schreef het volgende. Allereerst werden de 44 gevangenen het kasteel binnengebracht, van wie de 8 voornaamste hoofden, die zoals men zei de kat de bel hadden aangebonden, apart werden gehouden. De anderen bleven als een kudde schapen bij elkaar. Buiten het fort was van bamboestokken een grote ronde omheining gemaakt, die goed voorzien was van soldaten en daar werden de gevangenen, nadat zij met touwen waren vastgebonden, binnengebracht. Hun vonnis werd voorgelezen. Toen de veroordeelden binnen de omheining stonden, werden er 6 Japanners aangewezen die met hun vlijmscherpe zwaarden de 8 hoofden allereerst doormidden hieuwen, ze daarna onthoofden en er vervolgens in 4 stukken hakten. De overige 36 hebben zij ook onthoofd en vervolgens net als de eerste 8 in stukken gehouden. Het was een executie die zeer wreed was om te aanschouwen. Ze stierven in alle stilte zonder enig geluid te maken. Er was slechts 1 die in onze Nederlandse taal vroeg: mijn heren, is er dan geen genade? Maar het mocht niet baten. Het bleef overigens niet bij 44 doden. Er zijn duizenden mensen gedood. Historici schatten dat er voor de komst ongeveer 15.000 mensen op de Banda-eilanden hebben gewoond en dat er na de slagpartij nog geen 1000 mensen waren overgebleven. Coen zou doorgaan met dit beleid om de macht en rijkdom van de VOC te vergroten. In 1623 ging hij weer terug naar de Republiek en trouwde hij in februari 1625 met de 19-jarige Eva Ment. In 1627 ging hij met vrouw en dochtertje terug naar Indië voor een tweede termijn van gouverneur-generaal van de VOC. Lang zou dit verblijf niet duren, want in de nacht van 20 op 21 september 1629 overleed Coen, waarschijnlijk aan de gevolgen van de ziekte dysenterie. Hij was toen 42 jaar oud. Hoewel er al flink wat kritiek op dit optreden van Coen was, besloot men in 1893 toch een standbeeld voor hem op te richten. Hoe kan dat? De verklaring hiervoor heeft te maken met ontwikkelingen in de 19e eeuw. In veel landen was het nationalisme een belangrijke stroming geworden. Het trots zijn op je eigen land of volk werd voortdurend onder de aandacht gebracht. En aangezien er veel nieuwe staten in de loop van de eeuw waren ontstaan, na de nederlagen van Napoleon aan het begin van de 19e eeuw, wilden de leiders van deze nieuwe landen een wij-gevoel creëren. Helden uit het verleden moesten worden geëerd, zo vond men. Vandaar dat er in het nieuwe Duitse keizerrijk allerlei standbeelden werden opgericht voor Duitse helden. En in Engeland, dat een groot wereldrijk aan het vestigen was, deed men ook een duit in het zakje en kwam het land met standbeelden voor Engelse helden. Nederland bleef een beetje achter, maar ook hier verrezen standbeelden. Rembrandt, Piet Hein, Jacob Cats, Willem van Oranje en dus ook Jan Pieterszoon Coen kregen een standbeeld. Het is niet toevallig dat de meeste standbeelden uit de 19e eeuw werden neergezet voor belangrijke personen uit de 17e eeuw, de Gouden Eeuw van Nederland. In ons land overheerste namelijk het gevoel dat Nederland in die tijd nog wat voorstelde in de wereld. In mei 1893 was het standbeeld klaar. De gemeente Hoorn organiseerde bij de onthulling van het standbeeld een groot feest voor de bevolking. 2 dagen lang stonden er allerlei activiteiten op het programma. Zoals het uitbeelden van scènes uit het leven van Coen, een paardenrace en een toespraak van de katholieke politicus Schaapman. Enkele fragmenten uit de urenlange toespraak van hem zijn: er was een klein volk dat niet alleen de strijd aan durfde te binden met de volken van Europa, maar ook in onze overzeese gewesten lauweren verwierf en landen veroverde. Dat is geen legende, geen dichtersdroom, nee, dat is onze historie. Zij staat belichaamd niet alleen in feiten, maar ook in sommige mannen. Zo groot van karakter, veelzijdig, ontwikkeld en verziend, dat wij, hun volgelingen, tegen hen opzien als de Grieken tegen hun halve goden. Een van die helden die in menig opzicht het best, volledigst en degelijkst de historie van zijn tijd vertoont, was Coen. Hij gaf zijn krachten onder de tropische zon en heeft daardoor van ons land, van mist en motregen, een zonnerijk geschapen, heerlijker dan waarop enige natie zich beroemen kan. Nou, deze waardering voor Coen was ook in de 20e eeuw nog zichtbaar. Zo sprak de burgemeester van Hoorn in 1937 bij de viering van de 350ste geboortedag van Coen lovende woorden. Maar toch ontstond er vanaf die tijd steeds meer kritiek op Coen. De schrijver Slauwerhof bijvoorbeeld maakte een kritisch toneelstuk over het leven van Coen. Bijzonder was dat de overheid de opvoering van het toneelstuk vanaf de jaren 30 tot in de jaren 60 verbood. De laatste decennia zijn er diverse pogingen gedaan om het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn weg te halen. Steeds draaide dat op niets uit, maar in 2012 is wel besloten een tekst aan het standbeeld toe te voegen waarop ook de wandaden van Coen worden vermeld. De discussie over Coen draait niet alleen maar over de persoon Coen, maar gaat eigenlijk over het hele koloniale verleden van Nederland in het algemeen. De Black Lives Matter beweging en het racisme-debat hebben de boel wat dat betreft op scherp gezet. In de media, zowel in kranten, radio, tv en ook op internet, wordt heel veel aandacht besteed aan deze kwestie en toont dan ook aan dat geschiedenis steeds in beweging is. De NPO-serie Helden op Sokkels, zowel een podcastserie als een YouTube-serie, is wat dat betreft ook erg interessant. En ik zal in de beschrijving hieronder dan ook de links daar naartoe zetten. Hopelijk heb je door al deze informatie een standpunt kunnen bepalen in de hele discussie over het wel of niet weghalen van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Nou, vond je deze video interessant? Dan hoop ik dat je hem liked. En mocht je meer van dergelijke video's willen zien, zou ik het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En als je dan ook de meldingen aanzet bovenaan in het scherm, dan krijg je vanzelf bericht als er nieuwe video's zijn geplaatst.